deze video. Vandaag gaan we een restaurant overnemen. Het soortje ongeregeld zorgt ervoor dat dit is koken. Kijk mijn vinger! Timo, Timo, Timo! Kut, we hebben een probleem. Kijk, de menukaart. Dankjewel. Moet daar bestek? Ja, ze moet krijgen hoofdgerecht. Ik zie niks van wie was de cola. Mensen van het Groene Leven, mijn naam is Lars en welkom bij aflevering 2 van Lars Doet Dingen. In deze serie gaat Lars samen met zijn vrienden op zoek naar nieuwe dingen om te doen. Bizarre sporten, rare hobby's of een andere activiteit die hij nog nooit heeft gedaan. Het doel is om in iedere aflevering iets van zijn eigen skills te verwerken. Welkom bij Lars Doet Dingen. We gaan vandaag iets doen waarvan ik nooit had verwacht dat ik dit zou mogen meemaken. Samen met mijn vrienden nemen we vandaag dit restaurant over. We gaan vandaag zelf serveren, zelf koken. Ik ben de leiding. Het wordt een bizarre dag. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in, dus laten we naar binnen gaan. En ik zal je even voorstellen aan wie ik heb meegenomen. Boys, zijn jullie er klaar voor? We gaan even opnemen nu. Vandaag gaan we een restaurant overnemen. Het soortje ongeregeld zorgt ervoor dat dit is koken. Ik dacht dat het ging overvallen. Heb je ervaring in de horeca? Jazeker. Ik heb 3 jaar lang in de horeca gewerkt. Heeft iemand anders nog ervaring in de horeca? Ik heb thuis een moeder die kookt. Okay. Wat zeg je als een baby zijn mond open moet doen en je geeft hem eten? A. Hoor ik A? Dit wordt een chaos, jongens. We gaan in ieder geval eventjes het menu doornemen. En dan weten jullie ook wat wij vanavond gaan koken. We hebben vandaag het menu, ik zal het alvast aan jullie laten zien. Het flipcheck menu. En daar staat op, volgerecht. Flipcheck menu of flip, ja, je mag nog niet kijken. Oh, sorry. Ik ga eerst voorlezen. Flipcheck menu. Flipcheck. Je zei flipcheck menu. Yes. Het volgerecht is tomatensoep met... Oh, de hout van tomaten. Baloutjes. Dit is leuk, hè? Ik heb het al door. En een carpaccio wrap. Maar ik wil niet graag ballen met oudjes. Carpaccio wrap full. Dat is wel, ja, leuk. Maar wel ook lekker. Hoofdgerecht is de pizza parcours. Dat is een pizza met salami, ham, mozzarella, pesto en zongedroogde tomaat. Waar is het? En pas salto ta. Pasta met het woord salto. Oh, dat is wel allemaal wat lekker. Ik ben de meeste blij. We mogen zelf ook eten. Maar dit is ook het nagerecht, jongens. Het nagerecht is geëerd aan ons. Het nagerecht heet het zooitje ongeregeld. Je hebt wel een mooi minuutje gemaakt. Ja, dat is vet. Hoe heb je dat gedaan? Dat is echt vet. Bij Last of Dingen draait het erom dat ik mijn eigen draai geef aan hetgene wat we gaan doen. En het draai die wij er vandaag gaan geven is dat het flipcheck restaurant wordt. We hebben een flipcheck menu. Iedereen gaat flipcheck roepen. Oh, je mond nou eens. Oh, de obers worden geflipcheckt. En iedereen gaat flipcheck roepen, ja. Nou, dat is toch top. En bij dit geweldige menu komt ook een geweldige verrassing voor jullie. Het flipcheck menu is nog het hele jaar te bestellen bij Donati in Voorburg. Zo kan iedereen genieten van ons heerlijke menu. En ik weet zeker dat als je abonneert op mijn kanaal, dit menu nog lekkerder zal smaken. Dus abonneer. We gaan ons omkleden. We krijgen kleding aan. Jij hebt hieronder een shirt aan. Officieel wel. Ja, de een wel, de ander niet. Je mag eigenlijk helemaal naakt, ook onder je schort. Dat is mooi. Doe dat. Ga je flipcheck doen? Nee, Bobas doet het echt. Maar ja. Kijk even wat ze nu onderuit. Wat zijn al zo gebeurd daar? Je vergeet je hoedje. Dat is echt goud, hoor. Nou, dit is ons cookie voor vandaag. Oh. Nou jongens, zij zijn lekker te koken. Daar is de keuze, toch? Nou, Bos heeft ondertussen ook weer zijn broek aan. Is toch wel beter, denk ik, hè? Dus zijn hebben het feit hoe elk team op een slager lijkt. Maar ook jouw broek erbij is. Ja, maar hij is een slagerszoon, hè? Jongens, we gaan de keuken in. We gaan koken. Is hier de ingang? Ja, je moet hier door naar binnen, hoor. Jullie gaan de verkeerde ingang. Timo, in mond, vangen. We zijn hier even bij de echte baas van het restaurant. Die gaat ons vandaag helpen om het een beetje in goede banen te leiden. Wat moeten we doen? We gaan ons voorbereiden vandaag. Jongens van de keuken hebben al het een en ander klaarzet. Dan gaan we jullie mee gelijk. Oké. Laten we beginnen met voorgerechtjes voorbereiden. Een gehaktballetje draaien. Ik denk dat je straks een vleer hoe je pizza moet maken. Als we dat vanavond pas gaan doen, dan wordt het chaos. Dus dat gaan we niet doen. Ja, laten we gaan beginnen. We gaan in groepjes koken. Tenminste, voorbereidingen trekken. Maken. Sommigen gaan snijden, sommigen gaan dingen doen. Hoe we gaan voorbereiden is niet heel interessant. Dus jullie zien nu wat vette shots van mij. Die cuttings gaan zetten. Het is nu 1:30 en de gasten komen pas om 7:00, dus we hebben alle tijd. Ik denk dat we die tijd ook nodig hebben. Pak jou.
Ga dan maar gehakt kneden. Hoezo hebben jullie allebei één handschoen aan? Dat we alles eerlijk delen samen. Pak jij even die kant dan? We gaan cheesecake maken. Wat is dit? Ham. Oh, ik dacht dat ik naar de cheesecake. Hé, Timo, waarom doe je niks? Ik ben even aan het kijken hoe hij het doet. Kneden. Maar hebben jullie geld dan neermilderen? Of moet dat nog niet? Oh, nee, gast, wij krijgen. Doe dit en doe dat. Proost, Lars. Jij hebt alleen nu even de camera, man. Mag het er al bij in? Ja, dit was denk ik 6,5 eetlepel. En dan komen we nu. Op 7, 8. Zeg, stop, hè? Stop maar, ja. Knap hoe jij dat zo precies uit de boel komt. Dit is top. Wie is nou de echte mannetjeshaan? Kok? Ik kan deze guy even niet aanvullen. Nee, ik ook niet. Ja, je moet ook een beetje die skills, toch? Is dit zout? De jongens zijn lekker voorbereiding aan het treffen. Iedereen is zijn eten voor vanavond aan het klaarmaken. Lars doet helemaal niks. Ik ben vandaag dus de leider en die koken doe ik niet. Ik moet vanavond natuurlijk wel observeren, maar ik moet zorgen dat alles goed gaat. Ik moet zorgen dat alles goed gaat, jongens. Timo en ik zijn even drinken aan het pakken voor de crew. Met een glazen spoeler. Nee, Timo, het gaat naar het plafond. Timo. Hij haalt het plafond echt wel. Kijk dan. Ja, nee, Timo, niet doen. Ik zal het droogmaken, Frank moet er niet bij. Ja, Lars, lang, kijk. Timo, hou. Droogmaken nu. Voor vanavond hebben wij gasten uitgenodigd. En niet echte gasten, want het restaurant moet wel een soort van reputatie houden. Wij hebben vrienden en familie uitgenodigd. Zo ook mijn vriendin en de vriendin van de cameraman. Ik ben de chef. Ik ga vandaag hier alles fixen. Dit is mijn domein. Ook mijn restaurant doen vandaag. En ik heb net besloten voor mezelf, want ik mag dat dus zelf bepalen, dat ik zo ga serveren. Want ik vind het gewoon echt wel swag. Wat doe jij hier? Dit is mijn... Nee. Dit gaat echt naar het plafond. Boas, het gaat naar het plafond. Hoe doe je dat? Kijk. Oh, Boas! Nou, nu moet ik... Nee. Lars, wat doe je nou? Stoppen! Boas, heb je het al geprobeerd? Er moet nog... Ja, jongens, kijk, waarom denk je dat het plafond is? Er moet nog kip gesneden worden, er moet nog... Ik ga drinken maken. We hebben pauze, Lars. Nee, we hebben geen... Ja, maar niet hier. Boas! Reservering. Waar? Wilt u weer reserveren voor vanavond? Gaan we ook echt thuis bezorgen op de scooter en zo? Tafeltje voor twee. Ik ben aan het bellen, jongens. Wie is dat? Kijk. Wat? Bij Kaaslicht? Oh, ja, sorry. De restaurant loopt een beetje uit de klauwen. Donati Voorburg. Lars, je kan er niet bij, dat moet jij even doen. Jongens, alles is niet. Lars, wacht even, blijf even staan. Heb je dat allemaal ingegoten? Nee, ik heb wel zelf gegoten. Oké, ga je nu weer terug de keuken in? Het is hier een beetje nat, je moet het even droog maken. Een kopje thee, hartstikke idee. Yep. Pas op, hè, voor die prullenbak. Munt. Het ruikt ook een beetje muntig. Boys, ze gaan in de keuken! None of your business. Mag me er niet mee bemoeien. No. Top. Dit is top, hè? Talent. Dat zeggen ze gewoon. Hier, doe je zo. Knoppie. Wat? Echte horeca is mijn ding. Ik heb dit helemaal om de knie. Dit is echt niet normaal. Ik... Nee, wacht even. Ze weten niet wat we gaan doen, lullo. We hebben proefgasten. We hebben proefgasten in het restaurant en we gaan eventjes een servering opnemen. Hoe zeg je dat? Een order. Ja, we nemen onze eerder order drinken. Om te oefenen. Nu dan maar even niet, man. Het is corona. Oh, niet afstand. Maar wij zijn... Wat willen jullie drinken? Timo! Lekker. Je moet zeggen, Timo, goedemiddag, lullo's. Okay. Zo spreken we de klanten aan in het restaurant. Goedemiddag, lullo's. Hey. Wat willen jullie drinken? Een water? Laasje. Water? Bruiswater. Jongens, we hebben bruiswater. En restaurant, koelkast. Dit is echt. Nou, dan neem ik zelf ook een drankje. Ik wil een iced tea. Nee, wil je een biertje? Pakkaart mij maar een biertje. Heel terug. Jij brengt het, ik maak het, ja. Een iced tea'tje. Ik moet het even in het systeem zetten, Timo. Ja, doe dan even. Tafelnummer. Welke tafel zitten jullie? Tafel 4. Wat komt er aan de tap? Doet hij het niet? Oh, echt? Mira Moretti. Zou ik dat zo maken? Timo, wacht even. We hebben nog geen bon. We weten niet wat we moeten halen. Ik heb een bonnetje. Wat in godsnaam moet ik met dit bonnetje doen? Weggooien. Dicht. Mooi biertje. Nee, maar dit is geen mooi. Die kun je niet aan de klant geven. Die drink ik wel. Lars. Nee, die is voor mij. Je moet hem mooi aan die klant geven. Lars, pas op, hè. Ik kan alleen maar fout gaan. Hé, hey, lullo's, jullie drinken. Oh, lekker. Heerlijk. Fantastisch. Zit er geen glas in? Ik had een biertje besteld. Ja, dit is toch een heerlijk biertje. Dit is van de tap, hoor. Lekker. Top. Bedankt. Fantastisch. Zijn we geslaagd? Ja,
je hebt me drinken. Die was eigenlijk wel goed. Dat is eigenlijk, eerlijk, dit ging soepel, hè? Het is alleen niet heel koud. Nee, dat kost ook niet. Gaan we gewoon nu weg. Kom maar weer. Ja, moet ik nu? Je gaat gewoon nu dat restaurant. Het serveren gaat helemaal top. Proost. En nu moeten we alleen nog maar leren hoe we pizza's moeten maken. Wat moeten we doen? Hij gaat jij zeggen. Weet je dat? Ik zou jullie zo even een masterclass geven. Deze heeft we hebben hier een stukje deeg. Niet al kon zitten nu. Dus niet het moment. Nu heb je deze. Ja? Sla je een paar keer op. Dat is niet goed. Dat heb ik nou weer gedaan. Ja, dat maakt niet uit. Oké, dan doe je deze aan. Nee, niet aan. Er zit mijn vinger tussen. Oh, maar hoe gaat het nu aan? Steek aan dat ding, Peter. Beetje poeder. Fucking in mijn oog, Timo. Oh, gaat het? Kijk mijn vinger! Oh, oh. Oh. Dit had ik nog niet uitgelegd gekregen, denk ik dan. Het is momenteel 6:15. Om 7 uur komen de gasten. We zijn even alles aan het voorbereiden en gaat het beginnen. We hebben in de keuken een shift bedacht waardoor eigenlijk ik constant overal ben. En de jongens wisselen onderling gewoon door. Dus ik begin met... Kleding, Lars? Begin met... Timo gaat zometeen alle gasten een tafeltje geven. En ik ga je drinken maken. Dus laat de gasten maar komen. Als ik die briefjes gewoon uit mijn hoed tover, toch? Kan dat? Ik vind het spannend, hè? Ja, het is echt super spannend. Onze eerste klanten en gasten. Gaan we het restaurant opengooien? Yes! Het restaurant is geopend! Ja. De eerste twee mogen naar binnen. Ik heb gereserveerd. Op welke naam? Op mijn naam, de knappe meiden. Oh, wacht even voor mevrouw. Meneer, wat doet u nu? Je moet even een coronabriefje invullen. Ja, deze tafel Een toesmaakje. Tafel nummer 8. Ja, tafel nummer 8. Waar gaan we heen? Waar is tafel nummer 8? 1, 2, 8. Achteraan. Dank je wel. Hoppa. Jullie hebben een tafeltje. 1. Hebben jullie toevallig een date vandaag? Ja, met Daan. Jullie hebben 2. Oh, maar dit gaat super, hè? Dit is we hebben dit gezicht. Ga nog even meer gasten naar binnen halen. Wil er iemand eten? Wauw! Wow, gaaf gedaan dit! Zo, jeetje! Hallo! Meneer, wat doet u? Oh, sorry. Hadden jullie een tafeltje geboekt? Ja, zeker. Maar we zitten eigenlijk al vol vandaag. Dus, ja, we hebben gereserveerd. Welke naam? Lulo's. Mag u... Ja, daar. Dat is onze tafel. Ja, joh, zoek maar een tafel. Wacht, we komen zo bij jullie. Even focus. Hoi meneer, mag ik een fristie? Die hebben we niet. Maar wil jij een fristie? Ja. Het komt goed, de fristie ga ik even... komt goed. Ja. Ga de fristie niet halen. Ga de fristie niet halen. Rennen. Timo, rennen. Doe jij even die andere drinken en wacht dan even. Ja, ga naar Appie. Joep, tot zo. Wat willen jullie drinken, jongens? Doe mij maar een lekker flesje cola, alsjeblieft. Biertje, lekker. Doe mij maar een lekker pilsje, Lars. Biertje. Vind ik wel lekker. Biertje. Ja, biertje. Doe maar een ijstje. Ijstje. Sparkling of green? Green. Wat netjes zijn ze hier, hè? Het gaat goed, hè? De fristie hebben we dus niet, maar we gaan het gewoon kopen bij de Albert Heijn. Jongens, lekker bezig. Hou dit vast. Tafel en dan 8. En dan weer tafel. Niet, jij moet de keuken in volgens mij. Maar wat moet ik doen? Even wachten tot de gasten hebben besteld. Maak gast, bestel eens. Maak er vast even een paar broodjes met kruidboter, plankjes. Top. Hoe moet ik een plank maken? Ik heb heel veel fristie gehad. Timo. Kut, we hebben een probleem. Ga jij het brengen? Hier met dit ook. Ach, wat super! Mag ik er een rietje bij? Als je nog net genoeg had. Top, mag ik er een rietje bij? Ja, tuurlijk. Ja, zeg maar stop hoor. Zeg maar stop. Ja, dat is eigenlijk geen stop. Nee. Komt aan je drinken hoor, gewoon vers bereid. Ah, ja, ook zo. Goedemiddag. Goedemiddag. Komt u mee? Ik ga even tafel voor jullie maken. Wat moet je hebben? Cola? Cola, ik heb een biertje voor tafel 4. Ik ga je denk werken. Ik vind het super leuk. Kijk, we hebben nog geen regel. Ja, maar luister toch naar mij, hè? Wat is dit? Ja, maar dit is cola en ijstee. Dat is bier en ijstee. Waar kwam die cola? Jij zei cola tegen mij. Dat zei ik tegen Timo. Cola. Stress al. Ja? Doen mensen dit? Even iets erbij nog. Heel koud. Van wie is het dan? Ik doe nog een ijskoud. Kijk, ik heb een biertje. Ja. Wacht even, meer. Ja, dan lijkt het vol. Doe er maar 6 in of zo. Nog iets nodig, Lars? Nee, ga maar lekker de keuken in weer. Biertje, vers van de tap. Ijsteetje. Dankjewel. Met 46 ijsmondjes, want anders leek het erbij. Wat? Moet ik deze weer meenemen voor jullie? Dat is goed. Timo! Wat gaan we dat doen? Ik was het beloofd, maar ik was het vergeten. Shit, oké. We hebben het drinken. Bezig, hè? De eerste broodje is al klaar, die ligt hier. Lijkt op een soort halve zo. Jongens, hoeveel op zo'n plankje?
4. 1 is klaar. Je moet opschieten! Jongens, het wordt koud! Kom op. Het ziet er wel lekker uit. Broodplankjes. Ja. Oh! Ja. We moeten nog de menukaart breken. Oh ja. Dat hebben we niet besteld. Jawel, maar dat krijg je. Is dit van het huis? Ja, met wie? Oh, wat lekker. Wat is dit? Ik heb geen idee. Nou, ik heb geen idee wat het is. Wat vermaak je mee? Is dit een knoflook? Oh, knoflook. Met een lepel erin. Een knoflooklepel. Ja, bedankt. Een lepel super lekker. Ja. Lekker zeg. Mag ik even in het midden? Kan jij van de keuken vragen hoe je dat eet? Want ik heb geen idee. Het is gewoon een klontje knoflook. Dit gaat helemaal goed. Jongens, eens even. Ik wil niet jullie laten stressen. Maar even tempo, want die anderen hebben het er al lang, hè? Niet iedereen krijgt op hetzelfde moment in een restaurant. Para. Wat is er? Hoe gaat het? Ja, dit gaat. Ja, ik ga de menukaart even uitdelen. Kijk, de menukaart. Dankjewel. De gerechten zijn aan te passen naar wens, maar ik zou het niet doen. Nee, ik heb een handvol. Ja. Ga je het eten opnemen van alle tafel? Ja. Het gaat helemaal super, hè? Het is niet netjes, hè? Op de telefoon in een restaurant. En jij ook dan de pizza. Even rust. Even rust. Krijgen we klanten? Timo, kan je er... Nee, Timo, dat moet niet! Timo, kom hier! Geef even aan mij. Ga jij de klanten maar binnen laten die komen? Komen er nog meer mensen binnen? Daar hebben we echt niet op gerekend. Gereserveerd. Ik had toch niet alles tegelijk. Lars, dat is top! Ik ben naar tomatensoep. Soep. En daarna de pizza, alsjeblieft. Pizza. Mevrouw, kunt u even wachten? Robert, flipcheck. Ik ben even aan het sluiten. Dat kan niet, hè? Ja, ja zeker wel. Ja, nee, maar die regel heb ik niet bedacht. Jij wou de soep en de pizza pakken. Is dat dan? Wat? We hebben niet meer nodig, hoor. Ja, ze hebben nog een tafel zitten. Meer mensen binnen. Oh, dat is Anna? Het loopt helemaal uit de hand. Timo, wacht, kom even. Kom zo aan. Neem dit even mee. En dan kan je gelijk het drinken opnemen bij de dames. Ja, heb jij je boekje? Ja, ik ga het. Nee, ja. Waar is jouw boekje? Ik doe het wel in mijn hoofd. Wat willen jullie drinken? Ja, ijsje. Ja. Doe twee keer. Twee keer? Easy, easy. Doe je dit normaal ook zo stressen? Dit kan ik in mijn eentje. Nee joh, alles. Hoe doe je dat niet? Er is iets misgaan, denk ik. Nou, vier carpaccio's op tafel 2. Twee vingers. Drie. Kan ook zo. Maar waar was die andere bom van? Ook tafel 2. Dit gaat echt helemaal niet. Nou, welke tafel moet dit? Tafel 2. Lars, kan jij even naar die jongens toe lopen nu en die bestelling opnemen? Maakt niet uit. Dat is nog niet gebeurd. Nee, dat zou jij doen. Ja, maar ik heb het druk, Lars. Ik zie niks van wie was de cola. Zet die nog bij mij hier. Hier ongeveer. Dankjewel. En van wie is Jatter Wijn? Ze zijn de andere kant van de tafel. Dan ga ik even naar de andere kant lopen. Hé, hey, ja, dit doe jij hè, Danny? Nee, dan hoort dat niet. Het hoort zo. Ik weet niet wat ik meemaak. We hebben stress. Ik weet serieus niet wat ik meemaak. Kom even. We hebben geen invoer. Het is niet gelukt bij elke rap. Ik over. Flipcheck. Flipcheck. 4, 5, 4. Ik ga het niet doen, dan ga ik op mijn bek. Nee, die tafel was niet tevreden omdat ze geen sterren hadden. Dus dit moet opgelost worden. Maar mijn eten is op. Ja, dat ging om het idee. Het duurt wel lang. Yes. Goed. Ja, Timo, dat kan echt niet. Dat is het pittig, hè. Yes. Ja. Oh, nou, ja. Succes! Deze, de maatsoep hier, Bartje, die gaat er nu uit, hè? Ja, dan moet ik alleen nog de maatsoep hier. Ik zei lekker gewoon mijn carpaccio's te maken. Maar we gingen iets harder door de carpaccio heen dan we dachten. Dus deze carpaccio ziet er heel lekker uit. Hij is nog te vol. Dus daar een heel leuk. Ik mag nog een tomaat. We zijn hier zo niet voor gemaakt, hè. Ik heb het allemaal niet onder controle. Maar, Timo die geeft mensen 33 lepels, hele potten pesto. Ja. Bestek. Ja, dat is, dan moet dat bestek? Ja, dus moet ik krijgen hoofdgerechten. Timo!
We moeten overal weer een nieuw bestek neerleggen. Dat is veel makkelijker. Jij hebt nog? Koel moet nieuw hebben. Koel moet nieuw. Je moet helpen met iets toevallig. Ja, dan kan je even met Timo lopen, want Timo is zijn bestek aan het uitdelen, maar die bestekdoos is nog wel klaar. Ja? Even rust tussendoor. Je moet soms ook aan jezelf denken. Maar ik sta nu in de keuken, dus ik heb nu de rust. Moet jij ook niet de keuken in, Lars? Nee, ik blijf dit doen. Wil je niet ook... Ja, als je personeelsstand dan. Ja, dat mag. We zijn heel erg vrij vandaag. Zeker, zeker. Het wordt steeds onder. Ja, het gaat dan wel de goede kant op. Je wil niet altijd veel saus, maar dit lijkt weer een beetje aan de weinig. Hebben jullie al? We hebben al besteld. Ja. Maar mag ik ook zo nog? Ja, we hebben het niet. Timo, Syntax en wat. Wat hebben we besteld dan? Daar hebben we echt een probleem. Tafel achterin heeft al lang besteld, dus allereerst heb ik geen eten. Ja, dat is niet meer. Welke tafel staat? Helemaal goed. Dit is de pizza. Oh ja, top. Dit is de pasta. Ja, nee, maar dat is goed. Ja, prima. Ik ben lekker aan het genieten. Lekker, hè? Ober. Ober. Wat willen jullie hebben, jongens? Een flipjack. Ober. Ja. 5, 4, 3. Wow. Het is echt te bizar voor woorden dit. Ik heb zoveel respect voor mensen in een restaurant. Ik weet niet wat me overkomt. Ik weet niet wat me overkomt. Ik zou hier niet kunnen werken. Dat zei ik net ook, hebben we net al afgekomen. Welke tafel? Welke tafel? Super. Bijna. Daar gaat iemand over uit. Nog meer. Hey trouwens, als je nieuwe schoenen hebt, ga niet in een fucking pizzabakkerij werken. Daar word je een beetje vies van. Dit is best erg, dat de chef, de officiële chef, gewoon loopt af te wassen. Nou, ik vroeg of ik dat mocht doen. Dat is pasta snijdt. Ja, dat is... Snij je je pasta? Nee, niet ik, hè. Vloek. Wie was dat? Oh, sorry. Spijt me. Ja, dat was ik. Maar ik, ik doe dat ook altijd. Gewoon omdat ik anders... Van alle mensen hier al lijkt het geweest op een Italiaan. Echt? Beetje wel. Oh, nou leuk. Hij lijkt op, ik lijk zeg maar op die gast van Ratatouille en hij lijkt zeg maar op de rat van Ratatouille. Ja, hij staat. Eerste dag in de serveringkamp. Dit is echt niks voor ons. Dit is niks voor ons, nee. Ik ben erachter. Ja, misschien wel als we het vaker doen, maar nu is het even... Ja, ik ben trots op jullie. Dank je, dank je. Nee, dat moet je niet doen. De avond zit er bijna op en we leven nog. We hebben het gewoon overleefd. Ja. We moeten nog wat doen. Ja. Ja, ah, film. Iedereen heeft wat gedaan, behalve jij. Ja. Ja. Kom maar. Jongens, ik kan niet mee aan die tafel. Ik heb natte voeten. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nope. Ja, die salto ging niet heel soepel, maar gelukkig hebben de gasten wel ongelooflijk genoten van ons heerlijke eten. Of tenminste, dat hoop ik dan. Hier zien jullie de reviews van onze gasten. Ja, onze eerste date, dat was een goede eerste date. Serieus wel, goeie. Ja? Echt, nee, het echt genoten. Het is gezellig. Het lekker, was gewoon echt een soort, warm. Een soort theatershow, maar dan tegelijkertijd gewoon eten. Ja, goed gelachen, goed gegeten. Ik vond het helemaal kut. Die pizza had meer olie dan Shell, zeg maar. Dat was gewoon niet normaal. Ja, ik vond het gewoon niet oké. Ik vroeg om een flipcheck. De enigste dingen die flipten waren borden en glazen, want ze konden niks normaal vasthouden. Timo heeft in mijn eten gespuugd, weet ik 100% zeker. Je glas rook naar balzak? Ja, Timo heeft in mijn eten gespuugd en mijn glas... Rook naar balzak. Rook naar... Dat laten we erin, hoor. Ze moeten wel eerlijke recensies weten, weet je wel. Ja, mijn balzak, dat is toch... Dan doe je... Dan wordt die tent meteen gesloten. Dan doe je wat anders. Ja, in mijn glas zat iets met ballen, maar dat waren van de soep of zo. Dus dat moest ik zeggen. We zitten weer op, dames en heren. Het was een lange dag, maar een hele leuke dag. Ik ga het nooit meer doen. Ik ben helemaal kapot, ik ben gesloopt. Het menu, het flipcheck menu, is hier ook te bestellen. Dus kom je nou eten met je ouders, met je vrienden, vraag ze dan naar het flipcheck menu. En je kan gewoon lekker onze pizza's, onze pasta's, onze volgerechtjes maken. Laat me even weten in de comments wat voor leuke ideeën jij hebt voor last-do dingen. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei! Doodjes, ja, het is vaak dat ze net niet goed genoeg. Kan het echt? Ja, ja. Goed genoeg vlees is als je wel niet.